vandaag weer een nieuwe video. En vandaag zijn eindelijk de nieuwe updates van de fjordpaarden uitgekomen. En ik heb er super veel zin in om deze video te maken. Ik kan helaas alleen nog vandaag deze video geen fjord kopen, want ze kosten 850 starcoins. En ik heb er maar 695. Nou, maar het is op zich nog best wel veel voor mijn doen. Maar ik mag heel misschien starcoins kopen bij de volgende... Oh, heet dat? Dubbel starcoins. Dus misschien dat ik dan mag kopen. En dan maak ik meteen een video dat ik er eentje ga kopen. Dus vandaag gaan we ze gewoon bekijken. Ga ik zeggen wat ik ervan vind. En we gaan nog even naar mijn homestable. Want er is ook een nieuwe functie bij de wasplaat. Je kan nu ook je paard wassen. En dat vind ik heel erg leuk. Want elke keer toen ik door in mijn homestable was en ik zag dat wasplaatsding gebeuren, dacht ik van... Er moet nog iets komen. En nu is het er. Dat is wel heel erg leuk. Dus nou, laten we beginnen met deze grijze fjord. Ik vind deze heel erg leuk. Ik vind het wel schattig zo dat... heet dat een beetje dat grijzig op die neus en die blauwe oogjes. Ik vind op zich de fjord zelf ook wel leuk. Gewoon de fjord... Fjord zelf. alleen een beetje... Ja, het ziet er niet echt heel realistisch. En een beetje haartjes wel. Maar niet echt zoals bij deze fjord. Je ziet wel verschil. Hier zie je echt allemaal van die hele kleine haartjes als je goed kijkt. En daar zie je ook gewoon wittig of zo. Gewoon mat. Dat vind ik dan het enigste nadeel. En de staart van deze vind ik ook een beetje raar. Dat het zo zit. Maar het heeft ook wel weer wat. Het is wel grappig. En de manen zijn ook een beetje zo'n cartoonstijl. Dat vind ik wel heel erg grappig. Vind ik wel leuk. Ja, dus ik vind het de nieuwe fjorden vind ik wel leuk. Ja. Ik vind ze leuk. Ik heb ook wel gezien dat mensen ze niet zo heel erg leuk vinden. Maar ik vind ze op zich wel schattig. Nou, die grijze fjord vind ik wel leuk. Maar die zou ik niet kopen omdat ik hem al in de oude versie heb. En dit is een soort halve palomino. Ik weet niet echt de naam van deze kleur. Want dat is een beetje een gekke naam. Dat ken ik niet uit mijn hoofd. Maar dit is denk ik wel mijn favoriet van deze drie. Ook omdat ik deze kleur nog niet heb van de fjord. Maar ook omdat ik hem gewoon super schattig vind. Met dat witte hier zo en de manen. En gewoon... Ik vind palomine paarden sowieso leuk. En hier is de staart ook niet super heel erg apart. Alle kleurtjes. Dus dat vind ik ook wel leuk. Alleen je ziet hier de streep niet heel erg goed in zijn manen. Wel een beetje. Maar niet heel erg goed. Dus dit is wel mijn favoriet. En als ik er eentje zou kopen van deze drie zou ik deze wel kopen. Er is ook nog eentje in Fort Pinta. Die kan je al vanaf level 1 kopen. Dus daar gaan we nu eventjes heen. En dan gaan we die eventjes bekijken. Dat is gewoon de normale standaard fjord, zeg maar. Dus dan nemen we even de trailer daarheen. Daar zie je hem ook al staan. Ik vind hem wel best wel geel eigenlijk, als ik hem zo hier zie. Maar dat zien we daar wel bij voor het Pinta. Als het goed is, moet er ook nog een hele donkerbruine fjord, een witte en... Was er nou nog eentje? Welke kleuren waren er altijd eerst? Er moet er nog één komen, want er komen altijd per drie. Maar die andere weet ik even niet meer. En dit is de laatste fjord van de nieuwe. En ik vind hem wel schattig. Alleen ik vind hem een beetje aan de gele oranje kant. Dat vind ik wel jammer. Misschien dat Starsteel iets meer bruinere tint moet geven ofzo. Want het is nu net alsof die geel is. Maar... Dit vind ik wel heel leuk bij de benen, dat het wit is. En die streepjes hier, dat vind ik wel heel leuk. Ik weet niet of ze dat allemaal hadden, daar heb ik niet echt op gelet. Maar valt me nu pas op. Maar ja, deze vind ik ook wel schattig. En ik zou deze ook wel gewoon kopen als ik nog niet de kleur hiervan had van de oude. Want dat heb ik al en dan wil ik het liefst een andere kleur kopen, zodat ik veel kleuren heb. Dus ja, deze vind ik ook wel leuk. Ik vind ze eigenlijk gewoon allemaal wel schattig. Ja, ik vind ze wel leuk. Maar oh ja, kijk, nu kan je het goed zien. Dit is de oude fjord en dan... Heel eventjes maar. En de nieuwe. En dan zie je echt duidelijk verschil. Deze is veel geler. Maar misschien kan het ook zijn. Want je hebt Starstable wat later van de oude fjords nog een nieuwe kleur uitgebracht. En die was ook best wel goudgeel kleurig. Dus misschien dat er nog een nieuwe komt dan als derde fjord. Die iets meer deze kleur is. Dat hoop ik eigenlijk wel. Want dat lijkt me iets leuker. Maar ja, dat is dus een beetje mijn mening over de fjord. Ik vind ze leuk. Ik vind de kleuren, ik vind de cartoonstijl van de manen en weet ik het wat, vind ik ook wel grappig. Dus ja, ik zou er zeker eentje kopen. En dan gaan we nu naar mijn homestable. Om te kijken hoe je je paard kan wassen en hoe dat eruit ziet en al die dingen.
Ik ga denk ik, want de herfstvakantie komt er alweer aan, dat ik dan eventjes een beetje dit een beetje ga ordenen. Want kijk, mijn kast. Ik had het ooit heel netjes geordend. Zoals dit ziet er nog op zich wel netjes uit. Maar dan heb je dit. Alles er doorheen en weet ik het wat. Ik ga denk ik dit weekend ga ik even alles sorteren en allemaal dingen verkopen die ik niet meer heb. Die ik niet meer wil, bedoel ik. En als ze vragen, willen jullie daar een video van hebben dat ik dat ga doen? Dat ik het allemaal ga ordenen. Bijvoorbeeld gewoon dat ik er een, weet ik, een deuntje of een muziekje overheen zet. Of wel een beetje praten, weet ik het wat. Zouden jullie dat willen zien? Dat ik dit allemaal opruim. En misschien mijn paarden een beetje orden. Of hebben jullie zoiets van, nee, dat is veel te saai. Moet jullie even in de reacties zetten, want dan weet ik wat ik kan doen. En ik zie meteen dat dit veranderd is. Ik ben heel benieuwd hoe dit werkt. Ik ga mijn paard even afzadelen. En dan ga ik kijken hoe dit werkt. Oké, we staan hier. En hier zo. Ah, kijk nou wat leuk. Ik kan afspoelen en hij zweeft soms. Dat is een magische slang. Dus de nieuwste soort slang, want het is magisch. Kijk, hij zweeft in de lucht. En het water komt uit de muur. Of uit niks, want het verdwijnt in de muur. Terwijl de slang eigenlijk nog daar hangt. Super cool. Even kijken voor de tweede. Oh, dan kan je je paard inzepen terwijl je half in je paard zijn kont gaat. Wat geweldig dit. Wat leuk. Kan je ook een foto van maken of kan dat niet? Nee, dat kan niet. Ook niet als je op O klikt. Nou ja, wat leuk dit. En drie. Oh, dan borstel je. Oh, dit ziet er wel heel cool uit. Ja, dit is wel mooi. En vier is. Oh, andere kant. Oh, dan ga je andere kant borstelen. Hé, dat is handig. Tup, 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 tup. Oké, ik stop. Ja, ik vind dit leuk. En dan stoppen. Oh, en dan heb je meteen. Wow, ik heb dubbel tuig. Cool. Wauw. Ja, oké. Oh, dan heeft hij ook meteen allemaal hartjes. Oh, wat schattig. Ik heb ook geen stable care stalhulp meer. Gaan we ook eventjes doen. Ik doe altijd gewoon elke woensdag. Meestal doe ik dat voordat ik ga opnemen. Doe ik zo 7 dagen. Want ik heb een beetje te veel paarden om dat allemaal met de hand te doen. Dan ben ik een beetje heel lang bezig. En dan moet ik elke keer heel veel stro kopen. En daar heb ik ook geen zin in. Dus dan maar dit. Ja, dan is dit denk ik wel een beetje de video. Want voor de rest kan ik nog niks echt doen. Ik ga dan hopen dat ik Starcoins mag kopen. Dubbel Starcoins weekend. Dat ik dan een fjord kan kopen, want dat is natuurlijk ook wel leuk om aan jullie te laten zien hoe die loopt en weet ik het wat. Dat is altijd wel het leukste met nieuwe paarden, maar ja, ik kan er nu ook niks aan doen. Ik heb niet genoeg starcoins. Dus laten we daarvoor hopen. En dan hoop ik dat jullie deze video wel leuk vonden. Laat zeker in de reacties weten of ik dat moet doen, of dat jullie het willen zien met mijn hele gebeuren opschonen. En dan zie ik jullie in de volgende video, denk ik. Ja, doei!